hartelijk welkom allemaal bij deze aflevering van Sprekershoek. We hebben de vorige keer het gehad over het Bels lijntje. En dat weet de spreker nog niet, maar hij past eigenlijk in een soort reeks. Het Bels lijntje, dat is eigenlijk ook een pad geworden. En dat riep heel wat belangstelling op. Jan van Eyck heeft toen een verhaal gehouden over hoe het zo gekomen is met het Bels lijntje en wat er van geworden is. We hebben dit keer een heel ander verhaal. Het gaat over, tenminste als jullie de krant of het klokje lezen, dan heb je er al het een en ander over kunnen lezen. Ik heb er tot nu al 2 artikelen over geschreven. Ja, dat zijn zulke artikeltjes. 2 artikelen om dit aan te kondigen. Namelijk Marieke van Nieuwegen, het bekende laat-middeleeuwse gedicht waarvan wij vele van ons op school hebben moeten leren dat het er was zonder het te lezen. Ja, is bij het zo gegaan hoor. Maar gelukkig hebben wij dan toch in ons leven deskundigen om ons heen die ons iets verder kunnen brengen. En wij hebben die persoon gevonden, of liever ze hebben ons gevonden, maar dat leg ik nog even uit. Wij hebben ze gevonden in de persoon van Hans Godfoy en Theo Schouw. Theo Schouw is niet in de aankondigingen verwerkt en hij is dus eigenlijk hier binnengekomen als een stel. Maar beide zijn oud-docenten van de Fontys Hogeschool Journalistiek en daardoor in hun vakgebied bezig met allerhande zaken, waaronder literatuur, Theo in bijzonder literatuur. En die heeft ergens in de, laten we zeggen, 90e jaren, denk ik, Theo, dat het was, het boek geschreven over de literatuur, hoor je het ook weer? Levende letteren. Levende letteren met Kaashoek samen. Ja. He, en dat was, dat was ook niet zo makkelijk. Ja. Maar dat boek ligt eigenlijk ten grondslag aan, het is een beetje het begin geworden, hebben wij tenminste al in de krant gelezen, van het werkstuk van Schotfoy, om zich af te vragen, heeft die Schouw en die Kaashoek, hebben ze nou gelijk als ze iets beweren over de route die Marieke van Nieuwegen aflegde van Nijmegen naar Antwerpen. En omdat hij daar een eigen opvatting over had, is hij dat gaan natrekken. Dat is een heel werkstuk geworden. En daar krijgen wij vanavond over te horen. Ja. Ik heb om jullie een beetje warm te maken hiervoor, heb ik natuurlijk ook, en daar ben ik echt ruimschoots geleend van Frans, wat hij er allemaal zelf over gezegd heeft of beweerd heeft. Van dat, dat verhaal van Marieke van Nieuwegen, dat een verhaal is wat je in zekere zin zou kunnen projecteren op deze tijd. Dat het een zekere actualiteit zou kunnen hebben als je de duivel vervangt door, hoe heet zo'n jongen, een loverboy. Dus daar, de duivel, dat was een belangrijke personage in het Rederijkers gedicht, 500 jaar geleden verschenen. En de duivel die zou arme Marieke min of meer meegenomen hebben. Ik zou maar zeggen, gevoerd hebben. Maar goed, we horen precies hoe het gaat. En dan die route, dat is, dat wilt u niet gewoon, maar dat ging hiervoor langs. Hier loopt dus de straat. En daar zijn ze langs gekomen. Als ze bestaan hadden, tenminste. Dat weet ik wel. Zeker. Goed, Frans, aan jou het woord. En als je dus literaire bijstand nodig hebt, dan verwijs je gewoon naar je assistent. Met Theo is het inderdaad begonnen. Wij zaten lange tijd vlak bij elkaar op die school in dezelfde kamer, naast elkaar, kamers naast elkaar. Maar we konden door onze luidruchtige discussies elkaar altijd horen. En het kon ook niet verborgen blijven dat ik inderdaad het niet eens was met een interpretatie van Kaashoek en Schouw over hoe Marieke van Nijmegen samen met Moenen de Duivel gegaan was van Nijmegen naar Antwerpen. Dat is allemaal niet, eigenlijk niet zo interessant voor deze avond, want het zijn altijd rare aanleidingen waardoor iets, in mijn leven althans, ontstaat, uitgroeit, een passie wordt en je komt er niet meer van los. Want dat is wel gebeurd. Theo heeft het over zijn schouder gegooid, het hele verhaal. En ik ben eraan verslingerd geraakt, want ik ging argumenten zoeken waarom ik gelijk had. Ik wil altijd gelijk hebben namelijk. Ik wil dan wel goede argumenten hebben. En dat werd allengs een onderzoek dat uitmondde in de reconstructie van de laat-middeleeuwse route van Nijmegen naar Antwerpen, waarna iemand anders tegen me zei, waarom maak je er geen wandelpad van? En toen zei ik heb niks met wandelen.
Ik weet niet eens of ik kan wandelen. Nou, zei dat is heel eenvoudig. Je zet je ene voet voor de andere. Wandelen kan iedereen. En ja, ik moet toegeven, het is zo ver gegaan dat ik tegenwoordig veel wandel en veel fiets. En dat is toch door dat Mariekpad gekomen. Goed, Norbert die wees er ook al even op. Hij maakt gelijk een beetje gras voor mijn voeten weg, maar het maakt niet uit. Die route die loopt hier inderdaad hier langs. En ik wilde ook zeggen, ik ben hier nou in Haren. En dat is ook een van de nadelen van het bedenken van een historisch pad. Je komt overal. En overal ontmoet je historisch geïnteresseerde mensen. En daar ga ik dan iets aan vertellen. Zo had ik ben ik in Nijmegen geweest om daar te vertellen hoe het met Marieke zat. Ja, dan voel je je toch als Tilburg een beetje opgelaten. Moet ik jullie vertellen hoe het met Marieke zat? Dan valt het mee dat, en ik heb ontdekt waar het zit, dat ik altijd iets kan vertellen wat zij niet weten. En ik denk dat ik jullie vanavond ook iets kan vertellen wat jullie niet weten. Zelfs over Haren, hoewel jullie over Haren veel meer weten dan ik. Want ik kom uit Tilburg en dat is heel ver weg van Haren. Jullie, zeker degenen die hier geboren en getogen zijn of die hier al heel lang wonen, die weten iets over de geschiedenis van deze mooie plaats. En toch zeg ik je, je bent hier op historische grond, hoewel dat een open deur is, want elke grond is historisch natuurlijk. En ik zal je er iets over aanreiken waarvan ik denk dat je het niet gehoord hebt nog. Mariekepad. Even terugverwijzen naar dat verhaal waarvan ik niet zoveel ga vertellen. Want die literaire inhoud, dat is niet zozeer de inhoud van het pad. Het is de aanleiding van het pad. Maar ik zal toch kort aangeven hoe het verhaal ook alweer ging, hoewel jullie dat misschien je wel herinnert. Het was inderdaad, zoals Norbert zei, Marieke van Nijmegen, een meisje uit Nijmegen dat door de duivel werd ontvoerd of meegenomen naar Antwerpen. En dat was in een soort context van een loverboy affaire, want zij liet zich door hem versieren. En die Moene, die hield haar allerlei schone zaken voor. Ik zal je de geheime konsten leren, wiskunde, allerlei spellen, muziek, wat leerde hij haar nog meer. En in Antwerpen, daar zul je het goed hebben met mij. Nou, ze liet zich meevoeren en het verhaal was dan ook dat ze daar samen 7 jaar in zonde hebben geleefd. Waarom 7 jaar? Ja, na 7 jaar. Waarom dat 7 jaar is, weten we niet, maar 7 is natuurlijk een heel belangrijk getal in de christelijke traditie. Na 7 jaar kreeg ze niet zozeer spijt over dat leven daar, maar ze kreeg heimwee. Dus het gaat in stappen. En ze vraagt aan Moene, zullen we teruggaan naar Nijmegen? Nou, daar wilde hij niets van weten, want in Nijmegen woonde haar oom die priester was. En dat was eigenlijk de vijand voor Moene. Maar goed, ze dong aan en uiteindelijk gaf hij toe. En Marieke, die overigens in al die 7 jaar geen Marieke heette, maar Emmeke. Want Marieke, dat was verwees naar Maria en de duivel, Moene, kon die naam niet uitstaan, letterlijk. Dan gaat ze terug naar Nijmegen, ze gaan samen terug naar Nijmegen. En op de markt, daar wordt daar een mirakelspel gespeeld. Dat is heel prachtig. Dat heb ik wel van mijn literaire les nog onthouden. Het is een mirakelspel in een mirakelspel, want het Marieke van Nijmegen is zelf een mirakelspel. En daarin komt dan weer een mirakelspel voor. Een raamvertelling zou je kunnen zeggen. En bij het zien van dat mirakelspel dat over de heilige Maria gaat, krijgt ze spijt. Dan krijgt ze spijt. Dan breekt het conflict uit tussen Moene en Marieke.
Moene die zegt, je hebt je ziel aan mij verkocht. Dat is het oude thema natuurlijk dat in heel veel andere wereldliteratuur ook voorkomt. Je hebt je ziel aan mij verkocht en je komt nu niet meer van me af. En hij neemt haar mee. Hij pakt haar en hij vliegt de lucht in en gooit haar naar beneden. Maar ze wordt gered omdat haar oom het ziet gebeuren en snel zijn brevier pakt en geheime formule uitspreekt, waardoor Maria haar dan redt en waardoor die banvloek verbroken is. Daarna moet ze boete doen. Ze gaan naar de paus en het is eind goed, al goed. En Theo zegt daarvan altijd, dat is zo'n flauw, vervelend einde van Marieke van Nimwegen. Veel te braaf. Maar goed, dat is het. En natuurlijk moet het altijd weer braaf aflopen. Terwijl we in dat hele stuk intussen natuurlijk een heleboel slechtheid en zonde en vunzigheid in Antwerpen wel hebben zien passeren. Dus iedereen heeft dat toch verlekkerd kunnen volgen. Dat is het verhaal van Marieke van Nimwegen. Dus die wandeling van, want ze gingen te voet, van Nijmegen naar Antwerpen. Ja, die is daar wel een belangrijk thema in. En ook de reis terug. Maar eigenlijk beslaan die twee reizen, de heenreis en de terugreis, maar een paar regels in dat hele toneelstuk. We weten uit het stuk ook eigenlijk helemaal niet hoe ze zijn gelopen. Vandaar dat ik al begon te sputteren toen daar een kaartje stond afgebeeld. De weg die Marieke en Moene zijn gelopen van Nijmegen naar Antwerpen. Ik had twee argumenten om te beginnen. Ik zei, ja, ze zijn niet gelopen, want het zijn fictieve figuren. En als ze zijn gelopen op een bepaalde manier, zou je het in het stuk moeten terugvinden. Maar in het stuk vind je maar vier plaatsnamen terug. Nijmegen, waar het begint. We weten dat haar oom in een dorp buiten Nijmegen woonde, waar zij ook huishoudster was. Dus ze liep van dat dorp naar Nijmegen op en neer. Tot op de dag van vandaag maken de dorpen rond Nijmegen ruzie over welk dorp dat geweest moet zijn. Dat is ook prachtig natuurlijk om je zo bezig te kunnen houden. Maar er staat geen naam bij, dus we weten alleen Nijmegen. We weten dat ze via Den Bosch reisden. En dat ze in Antwerpen aankwamen en toen ze in Antwerpen waren, hadden ze het erover dat ze gisteren nog in Hoogstraten hadden ontbeten. Dus we weten vier plaatsen. De reis ging van Nijmegen naar 's-Hertogenbosch, via Hoogstraten naar Antwerpen. En verder weten we niets. En op dat kaartje klopte dat, maar de weg daartussenin, die kun je eigenlijk helemaal niet invullen. Tenzij je zegt, ja, maar je moet daar invullen. En dat vind ik eigenlijk wel een zinnige benadering. Je kunt daar invullen, wat was nou de gangbare route? Nou, dat is al natuurlijk weer een veronderstelling dat er één gangbare route is, want er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dat geldt natuurlijk ook voor de weg tussen Nijmegen en Antwerpen. Maar toch was er wel een gangbare route. En ik heb dus gezegd tegen Theo en Piet, laten we nou eens kijken. Maar toen waren zij eigenlijk al niet meer zo geïnteresseerd in die mafheid van mij om dat te willen weten. En ze hebben het dus inderdaad over mijn schouder gegooid. En ik ben toen doorgegaan en tot op de dag van vandaag ermee bezig. Hoe lang geleden is dat nou? 1990, hè? 28 jaar. Dankjewel, Theo. ik ben gaan zoeken naar wat was nou de gangbare route. En ik heb daar bronnen voor gevonden. En zo heb ik dus die laat-middeleeuwse route van Nijmegen naar Antwerpen kunnen reconstrueren. Dit hebben we gehad. Hier waren we gebleven, de laat-middeleeuwse route van Nijmegen naar Antwerpen. Ik heb me ook afgevraagd hoe er over die wegen gereisd werd. Het was best lastig om daar eenduidige verhalen over te vinden. Er is heel weinig, verbazingwekkend weinig onderzoek te vinden, literatuur te vinden, over hoe wegen en wagens en paarden en verkeer geregeld was in die tijd. En uiteindelijk vond ik, na lang zoeken echt, ik
had dat natuurlijk eerder moeten bedenken, vond ik het in de kunst. Jan Breugel, de ouder en de jongere, dat zijn twee Antwerpse kunstenaars die eind, in de 15e en 16e, nee, ja, nee, in de 14e en 15e eeuw veel schilderijen en tekeningen hebben gemaakt over wegvervoer in het hertogdom Brabant. En ze wonen in Antwerpen, dus dit kan zomaar op het Mariekepad geweest zijn. Nou, wat zien we daar, nu we het hier toch voor bestaan? We zien daar mensen lopen. Nou, er werd natuurlijk heel veel te voet gereisd. We zien ruiters. We zien loslopend vee. Dat komt ook altijd voor, ook in de verhalen. En je ziet een aantal voertuigen. Linksboven daar een kar met personen erin. Dat is eigenlijk een soort autobus, maar dan met paarden ervoor. Lopen vier paarden voor, als ik het goed zie. Daar een kar, een vrachtwagen met twee paarden ervoor. En hier, dat is geen kar, maar een wagen. En dit is een kar met één as en één paard ervoor. Er zijn ook tekeningen waar een kar twee paarden heeft. Het is niet toevallig dat er zoveel paarden voor lopen, want het was natuurlijk allemaal onverharde weg. En het was af en toe heel modderig. Anderzijds was het soms ook heel rul. Je had ook zomerwegen en winterwegen om die reden. Maar die paarden die moesten wel wat vooruit trekken. En wat je aan deze tekening ook kan zien, dat is dat in die tijd standaard links werd gehouden. En dat is, die staan misschien niet bij stil, maar er was in die tijd wel degelijk, waren er verkeersregels nodig. Omdat over deze weg, waar we het over hebben, dat was een drukke handelsweg. En daar moest, van weerszijden moest het verkeer eroverheen. En dat rechts houden, dat is een hele vreemde afwijking die Napoleon heeft ingevoerd. Goed, dit was even een klein uitstapje naar waar, hoe er op die weg gereisd werd. Er is nog één vraag die ik me in de loop der jaren heb afgevraagd. Het ging er niet alleen om die weg te reconstrueren. Maar dat is een vraag die overigens ook interessant is uit het oogpunt van literaire onderzoek. De bron van waar het vandaan komt, het verhaal van Marieke, is gemaakt door Antwerpse rederijkers. Maar waarom Nijmegen? Wat heeft Antwerpen met Nijmegen te maken? Het ligt toch best een stukje van elkaar. Nijmegen was al een aardige stad, maar niet zo'n bijzonder grote stad. Er waren veel grotere steden. Is dat zo gesitueerd? Nijmegen lag buiten Brabant. Antwerpen was een van de grote noordelijke steden van het hertogdom Brabant. 's-Hertogenbosch een iets kleinere grote stad ten noorden, in het noorden van het hertogdom Brabant. Maar Nijmegen, eigenlijk op het eerste oog een vreemde constructie. Ook dat, daar ben ik naar gaan zoeken. En er zijn eigenlijk drie thema's die ik heb gevonden waarin antwoorden op dit type vragen te vinden zijn. Dat zijn de handel, oorlog en pelgrimage. Dat waren drie heel belangrijke functies waardoor die wegen belang kregen. Handel. De eerste. Nou, hier zie je een kaart die gemaakt is in de 20e eeuw, halverwege de 20e eeuw. Dat is een reconstructie, net zoals ik reconstrueer, door Duitse onderzoekers naar de Hanze. En wat was de Hanze? Nou, de Hanze kennen wij allemaal wel. Hoewel wij meestal in Nederland denken aan schepen. En dat is terecht, want de Hanze is begonnen als een verbond van handelaren die met schepen handel met elkaar dreven. En het waren handelaren die handelden vanuit zeeplaatsen of plaatsen aan rivieren. Met name hier in het noorden van Duitsland, in Denemarken en hier in het noorden en oosten van Nederland. En in Nederland waren dat vooral steden aan de Zuiderzee
aan de IJssel. Die hebben in de 13e eeuw, toen de Hanze groot werd, heel veel bloei gekend. De hoofdstad van de Hanze was Lübeck. Ik zie nou zo niet direct op deze kleine kaart waar het precies ligt. Ik geloof dat het hier ligt, of hier. Nou, mag het kwijt zijn. Ik zie het zo niet, daar ligt Lübeck. Maar Lübeck is de hoofdstad van de Hanze. En het begon als een verbond van handelaren die over water handel met elkaar dreven. En dat breidde zich allengs uit, ook naar het oosten en noordoosten. Zoals jullie zien. Ja, overigens hier zie je een latere fase, want je ziet hier de wegen. Hier in het westen had je Brugge liggen. En Brugge was geen Hansestad, maar was een geweldig belangrijke handelsstad in Noordwest-Europa in de 14e eeuw. Dat had te maken met de wolhandel. Die zijn met name ook met Engeland bedreven. En Engeland was van die handel erg afhankelijk. En zij lagen natuurlijk op een buitengewoon strategisch punt. En Brugge, dat weten we allemaal, nam heel veel economische bloei en culturele bloei over van Zuid-Europa. Brugge was de eerste stad in het noordwesten van Europa die tot bloei kwam. Maar zoals je op deze kaart ziet, dit zijn Hanzewegen. Die Hanzewegen die kwamen pas later. In de eerste plaats werd de Hanze van een verbond tussen handelaren, een verbond tussen steden. En daarmee werd de politieke betekenis van die Hanze ook erg groot. De steden onderhandelden onderling met elkaar, maar onderhandelden bijvoorbeeld ook met Brugge, met name met Brugge. Omdat ze daar, dat geen Hanzestad was, maar wel een Hanze kantoor had. En ze onderhandelden om daar allerlei rechten te krijgen, want er was geen vrije handel. Je moest overal proberen je rechten te vestigen om te mogen handelen, om op de markt je spullen te mogen aanbieden en zo meer. En die steden namen die functie dus over, omdat ze daarmee, die waren natuurlijk als steden veel sterker om die onderhandelfunctie te kunnen uitoefenen. Nou, toen die steden dat deden, groeide die Hanze als kool. Maar men ontdekte ook dat sommige handel misschien wel beter over land kon. Ik had het er net over wol, dat weegt niet zo heel veel. Dat kun je vrij makkelijk. Kijk, over water reizen en handelen, dat was in die tijd preferent. Dat was de beste manier. Maar als je steeds zo vreselijk om moest varen naar Brugge en je zat hier als handelaar, dan ging je kijken, kan het ook niet over land. Hier waren geen bevaarbare wegen, je moest door de Brabantse Kempen, door Noord-Brabant, niet het huidige Noord-Brabant, maar het noorden van het hertogdom Brabant. Maar je kon daar met niet al te zware goederen, kon je daar met wagens vervoeren. En zo ontstond op een gegeven moment, en dat gebeurde overigens in Duitsland Polen en de Baltische Staten ook, men ging dat als tweede manier van handel drijven ontwikkelen. En zo ontstonden de Hanzewegen. Nu zoomen we even in. En nou zie je hier Brugge. En je ziet daar boven zie je Lübeck, de hoofdstad van de Hanze. Je ziet hier een andere heel belangrijke Hanzestad in het midden van Duitsland, het noordmidden van Duitsland, zeg maar. Dat is Braunschweig. En als je nou goed kijkt, dan zie je dat van hieruit, van Brugge uit, via Antwerpen. Hoe kwam je nou bij de belangrijkste gebieden van de Hanze in Duitsland? Het ging over Nijmegen. Nijmegen was een Hanzestad, want die lag ook natuurlijk aan de Waal. Maar die lag ook aan de belangrijkste verbindingsweg met Vlaanderen. En het was vanuit Brugge en Antwerpen gezien de dichtstbijzijnde eerste Hanzestad waar elke route langs liep. Of je nou naar het midden van
Duitsland handelde of naar het noorden. Dus dit was een heel belangrijke verbinding. En dat bedoelde ik net eigenlijk toen ik zei van jullie wonen op heel historisch heel belangrijke grond. Die weg die hier langs loopt, dat was een heel belangrijke verkeersader in de economische ontwikkeling van Europa in de 14e, 15e en 16e eeuw. En ik denk dat daar een belangrijke verklaring in ligt, een belangrijk antwoord in ligt op de vraag van die ik net stelde, ja, wat had Antwerpen nou met Nijmegen te maken? Antwerpen en Nijmegen kwamen bij elkaar over de vloer. En voor hier, voor Haren, maar het gaat ook voor Tilburg waar ik woon, en voor Helvoort, waar Theo woont en voor al die anderen, dat wij woonden, wij, onze voorouders, woonden aan een weg waar heel de wereld voorbij kwam. En ik betoog ook altijd, want dat heb ik in de vaderlandse geschiedenis nooit geleerd en ik denk jullie ook niet. Maar als je dit weet, en dit noemen de Duitsers de overste periode, deze periode duiden ze aan als de gouden eeuw van de Hanze. Voordat er in Holland een gouden eeuw was, waar wij hier in Brabant helemaal niets van meekregen, want wij lagen toen in puin, was ver daarvoor, 200-300 jaar daarvoor, beleefden deze gebieden al een gouden eeuw. Dat was de gouden eeuw van de Hanze. En wij waren dan wel niet het machtscentrum hier en het machtscentrum daar, want we lagen er tussenin. Maar reken maar dat dit heel veel economische mogelijkheden en ontwikkeling en arbeid voor de mensen die hier woonden met zich meebracht. Om die handel mogelijk te maken, denk aan herbergen, wagenmakers, paarden, de kleine handel die met de grote handel meeging. Want ik heb allerlei stukken gevonden waarin in Tilburg bijvoorbeeld mensen aan voorbijtrekkende handelaar vragen, ach, neem jij voor in Antwerpen even dit of dit voor me mee, breng dat volgende week als je terugkomt voor me mee. Dat gebeurde dus ook heel veel. Dus je kunt nagaan dat, nou, in feite, het idee dat Haren en Helvoort en Tilburg en al die andere plaatsen achterlijke gehuchten waren, die niet wisten wat er op de wereld te doen was, een verkeerd beeld. De mensen die hier woonden, die waren volgens mij wereldwijs. En wereldwijzer dan veel anderen. Waarom? Omdat al die handel voorbij kwam. En met die handel kwam er nog meer voorbij. Voordat ik dat toelicht wat dat is, laat ik nog even iets zien. Ik had het over bruggen, maar in de 16e eeuw, om precies te zijn in 1520, verschoof het machtscentrum van Brugge naar Antwerpen. Dat had met politiek te maken, dat had ook te maken met het feit dat in Engeland men veel meer op eigen kracht zijn wolnijverheid kon exploiteren. Men was veel minder afhankelijk geworden van de handel met Brugge. En de Hanze kon in Antwerpen veel betere condities krijgen. En sowieso Antwerpen groeide toen als kool. En het Hanzekantoor uit Brugge werd verplaatst naar Antwerpen. Dit is een kaartje uit de bosatlas van de Vaderlandse geschiedenis. En die diameter van die rode stip, van die enorme rode mop, geeft de verhouding aan van de export uit Antwerpen met de export uit alle andere steden. Je ziet dat Antwerpen een economische grootmacht toen was geworden. En dat ging heel snel. En enkele tientallen jaren hebben zij dat toen uitgebreid. 4,3 miljoen staat tot 500. Dus zeg maar 10 keer zoveel als bijvoorbeeld Amsterdam, Valenciennes of een andere grotere handelsstad. Hier nog een kaart die nog iets over de economische macht in die tijd aangeeft. Dit is 1545. Dit zijn plaatsen die een vertegenwoordiging in Antwerpen hebben, een handelsvertegenwoordiging in Antwerpen hebben.
in heel Noordwest-Europa. Zo belangrijk was Antwerpen toen. Nou, dit is dus een precisering van wat had Antwerpen nou met de Hanze. En voor mij is dat ook een precisering van wat had Antwerpen met Nijmegen als dichtstbijzijnde Hanzestad over land. Ik zei al, er kwam nog meer langs. Oorlog. Wegen waren heel belangrijk om legers over te vervoeren en er werd in die tijd gruwelijk vaak en veel oorlog gevoerd. Ze waren een beetje primitief daarin, hoewel tegenwoordig wordt er nog steeds heel veel oorlog gevoerd, dus we zijn misschien nog steeds een beetje primitief. Hoe dan ook, wat je hier ziet is een kaartje uit diezelfde periode, begin van de 16e eeuw. Daar zie je dus in het groen Gelre en in het rood-bruin, wat is het paarsrood, daar zie je het Bourgondische Rijk, waarbij dit het hertogdom Brabant is, dit het graafschap Vlaanderen en dat Holland. Dat is op dat moment allemaal al onderdeel van het grote Bourgondische Rijk dat op dat moment aan het groeien is door vererving, veroveringen, slim met elkaar trouwen enzovoorts. Hier zaten die Gelre mensen, die wilden daar niet aan. Die hadden een bondgenootschap met de koning van Frankrijk, die weer in oorlog waren met de Bourgondiërs. Maar op een gegeven moment verzwakte dat. Waar zij wel goed in waren, dat was dan met veel geweld hun positie verdedigen. En wat ze gedaan hebben is overal, maar met name in het hertogdom Brabant en ook in Holland, aanvallen. En we weten allemaal wel welke jongen daar heel erg bekend door is geworden. Dat is Maarten van Rossum, niet die ene, maar die andere. En in Gelderland is die, heb ik gemerkt, nog bij heel veel mensen toch een soort van held. Terwijl in Brabant heeft hij een hele slechte naam. Als je in al die artikelen in de Heemkundebladen en zo over die tijd leest. Dat vind ik heel frappant. Dus dat leeft nog steeds op een of andere manier voort. Voor ons is hij de kwaaie pier. En voor de Geldersen is hij een soort van held. Die voor het belang van Gelre opkwam. In ieder geval, hij heeft in 1542, 1543, heeft hij zijn grootste vernielingen in Brabant aangericht. Dat was overigens misschien wel de moed der wanhoop, want in 1543, hij deed dat voor zijn baas, Karel van Gelre, maar in 1543 zijn ze verslagen en heeft het Bourgondische Rijk Gelre ingelijfd. Frappant is dan dat hij was toen werkloos, want zijn baas had verloren. Maar een aantal jaren later trad hij in dienst van Karel V om voor hem weer op dezelfde manier oorlog te voeren. Dus het maakte niet zoveel uit. De bordjes werden verhangen en hij ging gewoon met zijn beroep verder. Nou, hier zie je een paar dingen uit de 80-jarige oorlog, want dat is het vervelende. Ik mag het boek van Leo Adriaans aanbevelen voor degenen die geïnteresseerd zijn daarin. Dat heet Staatsvormend Geweld. En het gaat erover dat in deze periode Brabant zoveel geleden heeft, vooral de plattelandse bevolking in Brabant, onder de oorlog. In 43 waren die Gelderse oorlogen voorbij. Men dacht adem te kunnen halen. Maar na een jaar of 25. Brak de 80-jarige oorlog uit en begon het feest weer van vooraf aan. Hier zien we een tekening die is gemaakt, of een fragment daaruit, bij Geertruidenberg, waar monniken worden verjaagd door de geuzen. Want ja, de geuzen dat zijn in de Vaderlandsgeschiedenis dan wel de helden, maar ze waren echt geen haar beter dan die Spanjaarden. En ze vermoorden alles wat op hun weg kwam en hun niet zinde. Hier nog zo'n tafereel uit de 80-jarige oorlog waar Spaanse huurlingen, de Spanjaarden, die maakten heel veel gebruik van huurlingen van all over Europe dan, hè, uit Europa.
Maar ja, het was een dure oorlog en de Spanjaarden waren slecht van betalen. Dus die, er was regelmatig kwamen die soldaten tegen hun eigen baas in opstand. En er werd gemuid. En er werd niet alleen gemuid tegen de eigen bazen, maar men ging dan rovend moordend door het hele land. Dit is een tafereel van een muitende bende Spaanse soldaten. Goed, die gebruikten ook wegen. Overigens bleven die niet altijd netjes op het pad. Dat zal duidelijk zijn. Ze gingen ook dwars over de landerij en staken dat in brand. Maar het is wel zo dat in de strategische overwegingen van de veldheren en de bijvoorbeeld Philips II, en maar ook van Willem van Oranje, het in stand houden van goede wegen en de kennis van hoe de wegen liepen heel belangrijk was. Dat zullen we straks nog zien. Pelgrimage is een andere functie die ik even wil vermelden, maar waar ik niet te lang op inga. Dit is een afbeelding van Santiago-gangers. Nou ja, we weten allemaal wel hoe belangrijk die pelgrimage naar Santiago was. Over Jeruzalem en Rome, er waren ook heel belangrijke plaatsen waar men naartoe ging vanuit het noorden van Europa. Maar ik vermeld er even bij, het waren niet alleen de grote pelgrimages. De christenen waren voortdurend bezig met kleine pelgrimages en elke pastoor die ertoe deed probeerde zijn kerk tot een heiligdom te maken waar devotie was. Nou, en op een plaatje hierna zie je waarom dat dan was. Nou, het is een beetje cynisch misschien, maar je kon dus aflaten en dergelijke kopen. En dat is precies datgene waar Luther natuurlijk tegen in opstand kwam. Pelgrimage is, ga ik nu niet verder op in. Ik weet er namelijk nog niet genoeg van, vind ik zelf. Maar ik heb ontdekt dat de route tussen Sertogenbosch en Antwerpen op alle kaarten van de Santiago-routes vergeten wordt. En dat is niet zo vreemd, omdat ik denk dat heel veel tekenaars van Santiago-routes uitgaan van 20e en 21e eeuwse kaarten. En daar staat de weg van Antwerpen naar, van de Sertogenbosch naar Antwerpen gewoonweg niet op. Dat Mariekenpad is overwoekerd door gras en struiken en de snelwegen lopen helemaal niet over hoogstraten. En dus zie je ze niet op de grote kaarten staan en wordt vergeten dat langs die route ook heel veel pelgrims naar Antwerpen trokken. Er was bijvoorbeeld, dat is nog steeds in gebruik in Nijmegen, een Sint-Jacobskapel. Van daaruit vertrekken nog steeds mensen op pelgrimage naar Santiago. Bekend is ook in Den Bosch natuurlijk het Sint-Jacob. Ja, dat is natuurlijk van de oude Sint-Jacobskerk heel weinig meer over. Er zit nu een cultureel centrum omheen gebouwd. Er zijn er een paar resten van te zien. Maar vroeger was dat een zeer belangrijk hospitium ook. En er staat nu wel natuurlijk een nieuwe Sint-Jacobskerk naast, die overigens ook niet meer als kerk in gebruik is, maar nu Jeroen Bosch Centrum is. Overigens zeer de moeite waard. En in Antwerpen hebben we natuurlijk ook die belangrijke Sint-Jacobskerk, dat het ook echt een Santiago-kerk is. Daar was ook een hospitium. Men trok van een groot hospitium naar een hospitium. Daar werd men, daar kon men slapen, kreeg men eten en ging men weer verder. Maar ik ben ervan overtuigd, ook vanwege de dingen die je tussen Sertogenbosch en Antwerpen aan devoties en kapellen en dat soort dingen vindt. Je vindt allerlei sporen van dat dat een heel belangrijke aanvoerroute is geweest voor mensen die naar Santiago reisden. Oké. Ik wil het nu even meer hebben over de website, want ik heb nu iets verteld over de reconstructie van die route, maar het is nog geen wandelroute. En ik moet erbij zeggen, website Mariekenpad, www.mariekenpad.nl, of BE voor de Belgen. Ik zeg maar voorhand, er is geen boek van. Want de mensen vragen, is er een boekje? Ik heb op de website gezet
misschien komt dat er nog wel van. Maar ik heb onlangs van een ander pad wel een boekje gemaakt en ik weet hoeveel werk het is. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat het komend jaar er in ieder geval nog niet is. Maar we hebben een website en op die website heb ik geprobeerd zowel dat verhaal te vertellen van die geschiedenis als ook een goede instrumenten in handen te geven waardoor je zowel op de fiets als wandelend het Mariekepad kan afleggen. Dat hoeft niet in één dag, dat kun je in stukjes doen, net zoals mensen het Pieterpad ook in stukjes zo van tijd tot tijd weer eens een etappe doen. Maar je kunt het ook in één dag doen tegenwoordig, want ik heb een paar weken geleden een nieuwe variant onthuld, de racefietsroute. Ik zie een aantal mensen nu een beetje bezorgd kijken, want we houden, als we toerfietsers zijn, houden we niet van die racers. Ja, ik hoop dat toch dat de mensen elkaar op die weg niet te veel in de wielen rijden. En gelukkig is het ook zo dat die racers een beetje een andere route volgen. Want wat is het probleem voor racers? Die willen niet op onverharde paden. Die hebben alleen maar verharde paden. En ik zal dadelijk wel dat laten zien, dat dat ook is. Je kunt met die website kun je dus een heel eind komen. Ik laat u even zien wat er op die website allemaal te zien is. Nou, niet allemaal, want daar kom ik niet aan toe. Maar ik laat een paar voorbeelden zien van wat je er kan aantreffen. Er staat historische informatie op, dus een aantal dingen die ik net verteld heb. En ik zal een aantal details daarvan laten zien. En er staan routeaanwijzingen op. Dat zijn de twee belangrijkste functies van de website. Historische informatie. Wat er bijvoorbeeld op staat, ik heb iets verteld daarnet over hoe ik ontdekt heb, hoe die route liep en hoe ik dat gereconstrueerd heb. Ik heb verantwoord, want dat is wel, ja, daar ben ik vrij streng in en ook ouderwets misschien. Ik verantwoord zoveel mogelijk alles. En als ik het niet kan verantwoorden, zeg ik, ik kan het niet verantwoorden, dus ik weet het niet. Maar ik beweer liever niet zomaar iets. Als mensen mij erop kunnen betrappen dat ik iets beweer wat ik niet waar kan maken, moeten ze dat vooral aan mij zeggen, want dat wil ik niet. Dus ik heb best een bestanddeel op de website gewijd aan de verantwoording. Overigens heb ik het zo gedaan, want dan zie ik ook mensen weer wat verschrikt kijken. Je hoeft dat allemaal niet te lezen. Als je de website gebruikt, zie je aan de voorkant de route, hoe je er moet gaan. En je ziet dan knoppen van wil je meer weten? En dan kom je bij die historische informatie. En die kun je naar believen lezen of laten liggen. Want niet iedereen houdt van jaartallen. Nou, ik heb een aantal bronnen gevonden. Het archief van de Hanzen. Ik heb je net die kaart al laten zien. In 1425 schreef burgemeester Jordan Pleskov, burgemeester van Lübeck, de hoofdstad van de Hanzen, een reisverslag over een reis die hij naar Brugge maakte. En waarom maakte hij die reis? Met een aantal collega's. Ja, om te onderhandelen over die positie die ze in Brugge hadden. Ik heb dit gevonden in de Hanzenarchieven, waarvan je veel kan bestuderen. Niet in Nederland, ik kan het hier nergens vinden, maar wel. Ik zeg het maar voor mensen die historisch geïnteresseerd zijn. De Hendrik Conscience Bibliotheek, Erfgoedbibliotheek in Antwerpen. Uitstekend. Voorzien in ieder geval van heel veel over de Hanzen. Daarin heeft hij de weg van Lübeck naar Brugge vice versa beschreven. En die noemt hij Vlemische Straße. Dat is natuurlijk fantastisch. En hij gaat dus, ja, ik heb geen aanwijsstok en ik heb hier ook geen pijltje, denk ik. Nee. Maar goed, ik kan het daar aanwijzen. Lübeck, Hamburg, Bremen, Hazelune. Hij maakt op de heenweg nog een omweg naar Meppen, maar dat doet hij op de terugweg niet meer, want hij merkt dat het een omweg is. Oldenzaal. Oh, bij Oldenzaal komt ook de belangrijke weg van Braunschweig op dezelfde route terecht. Deventer, Arnhem, Nijmegen, Zertogenbosch, Antwerpen, Brugge. En nog een paar plaatsen ertussenin noemt hij ook. Dat diezelfde opsomming van plaatsen worden ook nog in een aantal andere verslagen daarna genoemd. Dat is natuurlijk voor mij een heel belangrijke aanwijzing. A, hoe die route liep, maar ook
waarom die route zo belangrijk was. Want het staat in de Hanze-archieven en het wordt genoemd de Vleemische Straße. Zo gaan wij naar Brugge. Dat was het verhaal. Een tweede belangrijke bron. Albrecht Dürer. Albrecht Dürer was een kunstenaar in Nuremberg. Prachtige, geweldig getalenteerde portrettekenaar en schilder. Werkte ook voor Karel V. Hij maakte een reis door de Nederlanden. En daar heeft hij ook een dagboek van gemaakt. Hij maakte die reis door de Nederlanden overigens, omdat Karel V tot keizer werd gekroond. En hij wilde... Hij werd geïnaugureerd in Aken. En hij zetelde in Brussel. En hij wilde zijn diensten opnieuw aanbieden aan de nieuwe machthebber. En hij had, bovendien had hij vrienden in Antwerpen. Kunstenaarsvrienden. Daar maakte hij de reis door de Nederlanden. En in Nederlanden moet je dus ook België, het huidige België, bij rekenen. Hè? Goed, dit is... wat je nu ziet is de eerste bladzijde van dat dagboek. Dat is in Duitsland ergens bewaard, geloof ik München. En hier lees je dan wat hij over die route zegt. Poes, ik ga het niet helemaal voorlezen, maar het staat Poes, Estrich, Tilberg, Barel, Hochstrad, Sint-Leonards, Kirchen, Harst, Antorf. Nou ja, dat zijn eigenlijk verbasterde namen, maar ik maak eruit op. Ik vermoed zeer dat er geen... richtingaanwijzers op die weg stonden, maar dat hij de namen opschreef zoals hij ze verstond. En hij noemt ze allemaal op en hij vertelt dat hij er langs kwam, dat het een leuke stad was, dat hij er zoveel stuivers bij de herberg heeft verteerd en dat hij daarna naar het schöne dorp Oestrich ging. Ja, haar staat er helaas niet bij, maar hij ging van Den Bosch naar Oosten. Hij is hier langs gekomen, echt zeker weten. En Soetielweg aas weer sumores ontverseert vier waarspennig. De nacht kwam weer in Barel, dat is wel leuk, laag een ubernacht. Ontverseert door Fumstuwe. Ja, daar wilden ze even blijven overnachten. Maar ja, die gezellen woerden niet en weer oneins. Ze kregen bonje. Want die voeren bij de nacht bies ik aan Hochstad. Dus ze gingen s'avonds, s'nachts nog door naar Hoogstraat. Ik denk, kon het wel? Was het niet donker? Was het niet... Nou, ik heb het nagekeken. Het was toen volle maan, dus ze hadden vrij veel licht. Nou, het is niet onbelangrijk, want een andere reiziger die daar langsgekomen is... Dat heb ik niet in de dingen opgenomen, maar vertel ik het nu maar even. Dat is, was Hugo de Groot, een eeuw later. Daar heb ik overigens, nu ik het er toch over heb... pas een boekje over gemaakt, dat is namelijk dat andere pad wat ik gemaakt heb, Hugo de Grootpad. Dat is als boekje uitkomen. Als mensen erin geïnteresseerd zijn, hebben ze bij ons. Ik weet niet waar ze liggen. Ze liggen daar. Oké. Okay. Oh ja, hier liggen ze, dit boekje. Dat is eigenlijk voortgekomen uit het Mariekepad. Maar Hugo de Groot, die kwam daar ook langs en daarvan wordt in Baarle-Nassau beweerd dat hij daar geslapen heeft in een herberg. En dat hij met een postkoets naar Antwerpen is gereden. A, er was geen postkoets in die tijd. B, heeft er ook niet geslapen. Want ik heb eens uitgerekend hoe lang hij erover gedaan moet hebben van Waalwijk naar Antwerpen. Toen heb ik ook even nagekeken hoe de maanstand was in de nacht van 22 op 23 maart 1621. Dat was namelijk de nacht van de beroemde vlucht. Het was nieuwe maan. Bovendien was het slecht weer die dag, dat staat in het verhaal. Dus het was stikdonkere nacht. De wegen waren slecht begaanbaar. Nou, hij is daar stapvoets in een kar, is hij daar doorgegaan. Hij heeft helemaal geen tijd gehad om te slapen. Dat zat allemaal in dat andere boek, daar gaan we nu niet verder op nemen. Maar je kunt dus, ja, de maanstanden kun je van eeuwen geleden kun je terugzoeken. En ik denk dat het in veel meer historisch onderzoek gewoon even nageslagen moet worden. Dan kun je een heleboel uithalen. In ieder geval, zij konden die nacht wel door naar waar. Nou, in ieder geval om terug te keren naar. Hoe heet die? Dürer. hij was een belangrijke bron. Hij beschreef echt die hele route. En die route die lag precies op die route van die Hanzenjongens. Dat klopte mooi. En toen was er nog eentje, en dat was weer wat later. De jaren 70 van de 16e eeuw.
Ja, dat was 80 jaar oorlog net uitgebreken. En Philips II die ging daar tegenin. Die wilde dat de kop indrukken, maar die wist niet precies hoe... Nou hebben dat verhaal over die wegen. Die wist niet hoe de wegen hier liepen. Toen had hij een, kende die, ja, kwam hij in contact met een goede kaartenmaker in zuidelijke Nederland, Christian Schroten. En die maakte van alle gewesten van de Nederlanden kaarten met de belangrijkste wegen erop. En dat is heel erg simpel geweest voor mij. Ja, voor Philips misschien ook, want daardoor kon hij weten waar dit leger over moest zijn, maar voor mij ook, want hier heb je dus een van die kaarten was de kaart van het hertogdom Brabant. Dat loopt hier tot aan de Franse grens ongeveer. En daarboven onze rivieren. En daarboven ligt dan ook Zetterenbos, daar Antwerpen. En je kunt het hier niet zo goed zien, maar ik zoom zo even in. Er staan maar vanuit Antwerpen maar een paar wegen opgetekend, alleen de belangrijkste. Overigens hier, dat moeten we toch even aanwijzen natuurlijk voor aardigheid. Waar ligt? Hier ligt. Staat erop. Dus, en je lag dus aan die belangrijke weg waar die legers overheen moesten. En die zijn daar ook overheen gegaan. Hier zie je een, ben ik ingezoomd op, dan kun je het beter zien hoe dat getekend is. Antwerpen. Vanuit Antwerpen gaat een weg naar Graven Nijmegen, dat is mijn Mariekepad, dat is die Flemische straatse van die handelsjongens. Dan gaat de weg naar het zuid, die gaat over Maastricht, naar Zuid-Duitsland. En dan gaat een weg daar naartoe. Ja, die gaat naar Oudenbosch, zou je zeggen. Hoezo Oudenbosch? Ja, sinds de Elisabethvloed moest je daar oversteken om in Dordrecht en in Holland te komen. Dat was een grote veerdienst eigenlijk. Dus dat waren de belangrijkste wegen vanuit Antwerpen. Nou, die weg die kun je volgen en die volgt weer precies diezelfde plaatsen die genoemd worden in die eerdere bronnen. En dan was er nog een andere, dat was de Itinerarium Orbis Christiani. Dat was een zakatlas, een reisatlas zeg maar, van de christelijke wereld. Nou, de christelijke wereld was in feite dat deel van de wereld waar de paus de baas over was, dus Europa en een paar gebieden daaromheen. En dat is een klein boekje eigenlijk. Dat zit, het is bijna modern, als waar landen allemaal afzonderlijk. Dit zijn de Nederlanden dus, hè, een kaart te krijgen. En daar loopt weer, nou het is wat moeilijker te zien, maar er loopt weer precies diezelfde kaart op. En die wordt eigenlijk ook in de jaren 70 van de 16e eeuw uit. Dat zijn vier belangrijke bronnen. Dan zou je zeggen, ja, waarom sta je daar nou zo bij stil? Nou, in die tijd waren er bijna geen betrouwbare kaarten. Dus het feit dat Schroten voor Philips II kaarten maken waar alleen de belangrijkste wegen op stonden, en die ook nog behoorlijk goed getekend waren voor die tijd, ja, dat is voor mij een geluk bij een ongeluk. Later, in de 17e eeuw vooral, ging de cartografie met sprongen vooruit. Er zijn fantastische kaarten van Brabant uit die tijd, maar die staan helemaal vol met wegen en dan weet je dus niet wat de belangrijkste weg was. Dus dat het simpel gehouden is op die kaart van Christian Schroten is voor mij natuurlijk een geweldig voordeel. Goed, we weten dus wel vrijwel zeker dat dit de route was. Ik zet nu even heel snel een paar van die dingen op en neer. De geschiedenis is niet alleen een momentopname, geschiedenis is ook altijd een ontwikkeling. Dus wat ik op de website ook heb gezet, dat is ook historische informatie, dat is hoe het in de loop van de eeuwen met die weg is gegaan. En je kunt eigenlijk zeggen, vanaf 1585 is die weg minder belangrijk geworden. Hij is echt een weg uit de late middeleeuwen en daarna werd hij meer en meer onbelangrijk. Dat kwam door de val van Antwerpen, de blokkade van Antwerpen. Antwerpen donderde gewoon economisch, cultureel en politiek in elkaar. De macht ging naar het noorden. 1629, de val van 's-Hertogenbosch, verovering door Frederik Hendrik. Eigenlijk bezegelde dat het lot van het hertogdom Brabant. In 1648 werd dat aan de onderhandelingstafel vastgelegd. Het noordelijk deel van het hertogdom werd daar afgeknipt. Dat gold overigens ook voor Gelre. Dat las ik van de week toen ik dat aan het uitzoeken was hoe het met Gelre gegaan is. Precies hetzelfde in 1648. Gelre liep tot en met Roermond en werd in 1648 ook in tweeën geknipt. En daarmee was Brabant en Antwerpen als belangrijkste economische macht van Brabant
machteloos gemaakt. Daarna werd die route, dat prachtige Mariekepad, een soort B-weg, want het was ook de weg waarover de vijand naar binnen kon komen en men van weerskanten had men geen belang bij om die weg goed te onderhouden, zodat de vijand makkelijk binnen kon komen. Bovendien waren we meer georiënteerd op het westen en het noorden en niet op het zuidwesten waar Antwerpen lag. Natuurlijk is er na de Franse tijd nog een keer een poging geweest. Nee, in de Franse tijd al, want eigenlijk heeft Napoleon de Nederlanden weer tijdelijk verenigd en dat is na de Franse tijd gepoogd voort te zetten. Maar we weten allemaal dat in 1830 de Belgen er echt genoeg van hadden en dat was dus een mislukt initiatief. Dat betekent dat België en Nederland niet meer bij elkaar hoorden, dat er ook dat we ook een beetje met de rug naar elkaar gingen staan en dat men ook niet wilde investeren daarin. Bijvoorbeeld er is in de 18e eeuw vlak voor de Franse tijd hebben de Habsburgers die daar toen in de zuidelijke Nederlanden de scepters waren nog geprobeerd met de regenten en met de investeerders het op een akkoord te gooien om in de Belgische Kempen, dus waar het Mariekepad in België doorheen loopt, om daar moderne wegen te gaan aanleggen en spoorwegen te aanleggen. Daar was men niet in geïnteresseerd. Dus dat bleef een achtergebleven gebied. Je snapt natuurlijk dat is natuurlijk heel, misschien wel jammer of zoiets voor de ontwikkeling, maar je snapt dat ik dat ook natuurlijk heel erg fijn vind, want daardoor ligt er nu zo'n fantastisch wandelpad. Anders had er nu een asfaltbaan gelegen. Maar dat is altijd het paradoxale van economische achterstand. Goed, nog een ander aspect van historische informatie op de website zijn mijn roemruchte reizigers. Dat is een rubriek die ik gemaakt heb om je te kunnen verplaatsen in historische figuren die over die weg gereisd hebben. Je klikt dan hier op dat menu en dan krijg je ze even te zien. Ik heb er hier 10 staan. Nou, Jornon Pleskov, die kennen we al. Dat is de eerste die ik ken die over de weg heeft gereisd, die hem ook heeft beschreven. Maria van Bourgondië, dat is de Maria van Bourgondië, de oudere, want er is ook een jongere. Gooi ze niet elkaar. Als je het wil weten, moet je maar even op de website kijken wat zij allemaal gedaan heeft. Ze was vooral fanaat in het stichten van kloosters, kerken en kapellen. Marieke van Nimmegen kennen we natuurlijk. En daar heb ik bijgezet in het verhaal van, ja, eigenlijk hoort ze er niet op, want het is een verzonnen figuur. Maar ja, ze spreekt zo tot de verbeelding en staat zo aan de wieg van dit hele pad dat ik ze erop gezet heb met het verhaal erbij. Albert Uhre hebben we al gezien, Maarten gezien, Hugo de Groot heb ik al genoemd. En dit is Christina van Zweden. Christina van Zweden, die kennen we eigenlijk veel te weinig. Want ik vraag heel vaak van, weten jullie wie Christina van Zweden is? En er zijn er maar een paar die dat weten. Een hele interessante mevrouw. En je kunt dus op mijn website haar verhaal gaan lezen. Even kijken. Dan klikken we op dat plaatje. Koningin Christina van Zweden. Ik zal hem even kijken of dit lukt. Het is een filmpje, die gaat even over die websitepagina heen, maar het is allemaal niet zo. Even kijken, misschien, ik weet niet of dat werkt hoor. Nee, het gaat niet goed. Hoe moet ik dat filmpje aan de praat krijgen? Nou, maakt niet uit, laat maar zitten. Had je kunnen zien wat er allemaal aan plaatjes zo op staat. Maar deze mevrouw was in ieder geval, dat is eigenlijk het belangrijkste om te weten en dan ben je zo nieuwsgierig, ga je thuis bekijken. Deze mevrouw was koningin van Zweden, inderdaad, in de tijd van de reformatie. Dus dat is 100 jaar na Dürer, zeg maar in de tijd van Hugo de Groot. Hugo de Groot is ook nog ambassadeur van haar geweest. Maar wat deed zij? Ze was een hele aparte mevrouw. Ze wilde niet trouwen. En dat was heel vervelend, want dan zouden er geen nakomelingen zijn. Ze had ook allerlei kuren. Ze ging met hofdames naar bed, niet met hofheren. Dat vonden ze ook niet leuk. En tot overmaat van ramp
wilde, ging ze zich, had ze, nee, heeft ze besloten in het geheim, heeft ze al besloten om zich tot het katholicisme te bekeren. Daarvoor deed ze afstand van de troon, dat vonden ze daar ook niet leuk, want ze had voor nakomelingen moeten zorgen. Ze maakte een grote reis van Stockholm naar Rome, daar heeft ze ongeveer een jaar over gedaan. En ze heeft halt gehouden in Antwerpen, daar heeft ze een maand of vier gewoond. In Brussel is ze in het geheim bekeerd tot het katholicisme en zij werd een pronkjuweel van de contra-reformatie. En ze werd in Rome door de paus met open armen ontvangen. Ze heeft tot op de dag van vandaag een geweldig praal gehad in het Vaticaan. Maar ja, aangezien ze openlijk lesbisch was en tegenstanders liet vermoorden, konden ze er net niet heilig verklaren. Dat was te moeilijk. Maar het is een heel bont verhaal, maar een heel bonte mevrouw die ook heel extravagant was en op de voorgrond trad. Goed. Nou, die heeft dus naar Antwerpen gereisd, maar de heemkundekring Amalia van Solms heeft ontdekt dat zij in Baarle-Nassau heeft overnacht. En zij heeft er wel overnacht, dus wat Van Nieuwen de Groot beweren is echt niet waar. Maar dit klopt. Dat is gevonden in de archieven van het Bisdom Breda. En ik heb met een aantal andere gegevens ook haar route gereconstrueerd, die ze van Breda via Baarle-Nassau, dat is een omweg, naar Antwerpen heeft gemaakt. Dat ze in Baarle-Nassau overnachtte, had overigens te maken met het feit dat het kasteel Bruheze daar, waar ze overnachtte, eigendom was van de abdij van Thorn. En via de jezuïeten die haar tot het geloof wilden brengen, hebben ze haar daar die overnachtingsplaats georganiseerd. Goed. Lees dat bonte verhaal van haar maar. En ik kan nog een ander ding al aankondigen. Als ik tijd voor leven heb, is mijn volgende pad het Christina van Zweden pad. En het gaat van Stockholm naar Rome. Serieus, ben ik er echt mee bezig. Goed. Nu dan de route aanwijzen. Dus als je nou helemaal niet in geschiedenis geïnteresseerd bent, dan heb je tot nu toe zitten wachten tot er iets zou komen over hoe gaan we die weg nou wandelen en fietsen. Nou, je komt nu aan je trekken. Ah, oh, we zitten goed in het schema. Nou, hier heb je een, in het menu het pad. En daar staat in grote lijnen A, het hele idee van dat pad op, zoals het was en zoals ik het nu heb gereconstrueerd en in etappes heb opgedeeld. Hier zit ook een filmpje onder, maar dat zal ook maar niet lopen, dus ik moet het maar even handmatig vertellen. En wat je kunt doen, dat is dus op een etappe klikken en dan kun je per etappe kijken hoe je route loopt. Hier heb je een, hier kun je vergelijken hoe de route, maar ja, dit is eigenlijk meer een context. Hier kun je de echte precieze informatie vinden, je vindt afstanden. Je vindt ook, ja, dit zijn dan die omwegen, dat zal ik even uitleggen. Kijk, we hebben toeristische routes, daar ben ik mee begonnen. Het zijn de wandelroutes en fietsroutes. Die zijn niet helemaal hetzelfde. Je krijgt ook als wandelaar altijd een apart, kun je voor een aparte route kiezen. En als fietser kan je voor een aparte. Waarom? Omdat een fietspad soms net een ander lusje maakt, links lopen, rechts fietsen, dat is het. Dus allemaal onderscheiden. Dus dat zijn de kleine verschillen, maar verder zijn die routes hetzelfde. Zoals ik net vertelde, heb ik pas een racefiets variant gemaakt. Snelle fietsroutes, die staan hier. En die gaan soms anders. Nou, ik zal hier zien het eerste stuk van de route, dat is van Nijmegen naar Den Bosch. Ja, daar heb ik nog niet zoveel over verteld, omdat het is eigenlijk een heel moeilijk stuk. Daar loopt namelijk wel een hele grote snelweg. En daar loopt van Hees naar Graven loopt ook een rijksweg, een autoweg. En dat loopt precies over het oude traject van de Hanze. Langs die weg liggen fantastische fietspaden. Dus de racefietsers die racen over de, precies over die historische route van Nijmegen tot 's-Hertogenbosch. Wij wandelaars en fietsers maken daar steeds lusjes. En dan zeg ik niet dat dat geen historische routes zijn, want die routes lagen er in die tijd ook allemaal al, maar dat was niet de Hanze-route, want je kunt een wandelaar of een toerfietser niet langs die autoweg sturen. Ik heb het geprobeerd, maar het is echt heel vervelend. En
je gaat dus steeds hier tot een bos als wandelaar of toerfietser. Nou, hier bijvoorbeeld, dit is een heel mooi stukje. Langs de Rijksweg, hier bij Schaiks en Hoek, gaat de racefietser. En wij gaan van dorp tot dorp als wandelaars. Na Hees, van Hees tot Hintum, zeg maar, tot en met Rosmalen, heb je hier de snelweg. Prima fietspaden langs. Er zijn van die grote geluidswerende wanden geplaatst, dat weten jullie misschien wel. Ja, die racers die storen zich daar totaal niet aan. Ik ben daar natuurlijk heel vaak geweest om het allemaal uit te zoeken. En er gaan ook heel veel wielrenners komen daar langs. Maar een toerfietser die zoekt een ander pad. Daar heb ik een pad van dorp tot dorp, Geffen, Uland, Rosmalen maakt. Maar wat ook hele echte, originele, oude paden zijn. En ik denk ook dat in vroeger tijden, ik zei al, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Er was er ook niet maar één weg. Ruiters en die karren en die wagens, die gingen allemaal over die hoofdroute. Maar Marieke en Moenen, die te voeten waren, die gingen misschien wel van dorp tot dorp. Het was ook een stuk veiliger, want waar zaten de struikrovers? Die zaten hier en niet hier. En als je langs deze route ging, dan kwam je heel lang geen kip tegen en dat was gevaarlijk. Dus deze wegen bestonden ook, maar het is niet die oude Hanzenroute, dat moet ik er inderdaad bij zeggen. Omgekeerd, vanaf het centrum tot Antwerpen ga je bijna alleen maar over de originele route als wandelaar. Maar ja, daar heeft die racefietser weer het nadeel, want die wil verharde paden. En die lussen die ik hier heb gemaakt voor de wandelaars en de toerfietsers, die zul je in het tweede stuk, wat ik nu niet kan laten zien, want het filmpje draait niet, dat zijn die paarse uitstulpingen voor de racefietser aantreffen. Dan moet ik even kijken wat er gaat gebeuren. Oh ja, wat je op elke... ik ben nu naar één etappe gegaan. Ik heb daar op etappe 4 geklikt, zeg maar. Ja, dat kon ik even laten zien. En je komt dan op een pagina. Daar heb ik een willekeurige etappe gekozen, maar het is wel toevallig de etappe waar wij hier aan zitten. Dus zo toevallig was dat natuurlijk ook weer niet. Dan kun je dus op de etappe inzoomen. Wat zie je op die pagina? Een heleboel dingen. Maar je ziet onder andere dit. Roemruchte reizigers die jou in deze etappe voorgingen. Dus al die roemruchte reizigers die je op een aparte pagina kan zien. Daarvan geef ik hier aan dat ze op dit stuk er waren. Wat ik nou als voorbeeld heb genomen is Maria Anna en Charles Alexander. Waarom? Omdat wij die ook eigenlijk niet goed kennen. De meeste van jullie zullen er nooit van gehoord hebben. Nou is het ook wel een beetje een merkwaardig verhaal. Want eigenlijk, Maria, Anna en Charles, die zouden van Nijmegen tot Tilburg op de weg hebben gezeten. Waren het niet, en daar gaat het verhaal nog net over. Vermits het water zo hoog was, konden ze bij graven niet verder. Ze zouden in een bos worden ontvangen. Daar was een groot... Wie waren het trouwens? Moet ik even bijzeggen. Maria, Anna en Charles. Die waren, Charles Alexander, dat waren de regenten die namens de Habsburgers de zuidelijke Nederlanden in de 18e eeuw bestuurden. En ze waren ook behoorlijk populair in de zuidelijke Nederlanden. Hertogin Maria Anna van Oostenrijk was uit liefde met prins Charles Alexander van Lotharingen getrouwd. Het staat er niet zomaar, want dat was iets bijzonders in die tijd. En dat vonden de zuidelijke Nederlanders fantastisch. Dus het was een soort sprookjeshuwelijk. En die gingen op huwelijksreis, gingen ze niet alleen door de eigen zuidelijke Nederlanden, maar ze gingen ook een bezoek brengen aan de noordelijke Nederlanden. Dat wil zeggen aan de zuidelijke delen, de windgewesten die door de noordelijke Nederlanden waren afgepikt een eeuw eerder. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje pikant. Ze verwachten eigenlijk dat ze daar ook wel populair waren. En dat waren ze ook, want er was nog altijd een soort dubbele houding, zeg maar, in Noord-Brabant, wat we nu Noord-Brabant noemen. Nou, die kwamen dus hier langs, maar verdorie, ja, noodlot sloeg toe, hoog water. In de bos was dat heel vaak een probleem. Eeuwenlang is dat heel lastig geweest. Dus tussen graven, ja, en hier ongeveer denk jij, tussen Oosterwijk en graven ongeveer, was er heel vaak laag water. En dat kwam omdat daar de rivieren dichtbij kwamen.
Den Bosch ligt heel dicht tegen de Maas aan. En ligt ook niet zo hoog. Dus ze hadden heel vaak last van hoogwater. En op dat moment kon je alleen met ruiters de stad bereiken. En niet met een koets waar zij in zaten. Dus toen werd besloten, nou dan rijden we maar om. Dus ze baalden als een stekker in Sertogenbosch. En nou kan ik niet doorscrollen, maar onderaan staat dat ze via Bokstel naar Oosterwijk reisden en daar weer op de route uitkwamen. En hoe reis je van Bokstel naar Oosterwijk? Via Haren. Dus hier hebben jullie voorouders langs de weg gestaan en het sprookjespaar, het sprookjesbruidspaar toegezongen. En wat onderaan ook nog staat, en daarom is het ook wel het is eigenlijk een thema voor een film. Dat was al pech, maar nog veel groter pech was dat Maria Anna, die heel populair was, die was toen al in verwachting, dat wist ze nog niet. Dat werd een maand later bekend. In het najaar beviel ze van een kind, dat kind werd doodgeboren en een paar weken later is zij overleden. Dus ze waren maar net getrouwd. En hij is heel oud geworden en is nooit meer getrouwd en heeft altijd verdriet daarvan gehad. Nou, is dat een mooi thema voor een film of niet? Ja. Nog eentje. Wacht even hoor. Oh ja, die kan ik dus niet laten zien. Ik noem hem alleen even. Lodewijk Napoleon, dat is de laatste die erop staat, die is ook in Haren geweest. Die is hier langsgekomen. Lodewijk Napoleon heeft een werkbezoek gebracht aan heel de regio hier. Daar heeft hij echt tijd voor genomen. En ik heb hem als laatste opgenomen in de route. Omdat een paar jaar later, dus na de Franse tijd, werd hier de Rijksweg aangelegd. En toen was deze weg echt niet meer van belang. Dit was in deze tijd was het nog een regionale weg. En daarna was het niet meer een weg van belang. Dus Lodewijk Napoleon is ook historisch gezien de laatste die over het Mariekepad is gegaan. Goed, ik kan je nu niet die hele pagina laten zien hoe die werkt. Maar ik kan je wel de overzichtkaart laten. Als je op een etappagina komt, krijg je altijd eerst een overzichtskaart te zien. Zodat je ziet wat er allemaal op die etappe te kiezen valt. Nou, je ziet het, de paarse strepen stellen de snelle fietsroute voor. Dus zijn er hier trouwens racers onder jullie in de zaal? Nee, vreemd. Nee, echte racers. Nee, nou ja, goed. Je hebt daar de rust niet voor om naar zo'n verhaal te luisteren. Goed, dus die kunnen. Je ziet dat die hier en daar over dezelfde weg gaan en hier en daar een andere route afleggen. En die rode streep, dat zijn wij, zullen we dan maar zeggen, wij allemaal die gewoon wandelen of op een toerfiets peddelen. Of misschien heel gevaarlijk op een e-bike. Oh, die hebben jullie waarschijnlijk wel. Nee. Ook niet? Oh, die vind ik ook gevaarlijk af en toe. Nee. Ja, we hebben allemaal goed. Maar in ieder geval, ik ga ervan uit dat fietsers, toerfietsers geen moeite hebben met gewoon een stukje onverhard pad. Want als je dat als toerfietser vermijdt, dan mis je een hele mooie paden. Hele mooie paden. En het gaat meestal heel goed. Nou, ik ga er even langs. Sertogenbosch, nou daar is bij, hoe heet het daar? De lunetten, daar is het allemaal gereconstrueerd de laatste tijd juist allemaal. Daar zijn allemaal heel goede fietspaden die ook door het bos lopen. Voor een deel ook langs de weg, maar dat is allemaal goed gecombineerd met fietsen. Hier kom je, krijg je een probleem. Ik heb aanvankelijk de wandelaars hier langs gestuurd. Dan kom je bij het Groene Woud uit, dat kennen jullie wel. Dat is dat wegrestaurant daar uit het bos daar. Hier steek je overigens de spoorweg over. Daarom moet je hier een lus maken. Want die spoorweg heeft de oude weg doorsneden. En dan stuurde ik de mensen hier, dan kwamen hier uit. En dan moest je dit stukje, dacht ik, tot Helvoort maar even langs de autoweg lopen.
Ja, dat was, had ik verkeerd eerst gehad, ik had het verkend op de fiets. Maar als je gaat lopen, is het toch meer dan een half uur lopen. En dan met dat autolansje, het was echt heel vervelend. Ik kreeg ook klachten over. Toen heb ik voor de wandelaars een alternatieve route gemaakt. Aan de andere kant van de weg, dat is een hele mooie weg. Dus kun je prima wandelen. En dan kom je hier weer op. Dus dat vond ik dan een beter alternatief dan wat ik eerst had bedacht. Nou, en de fietsers die moeten gewoon even 5 à 10 minuten langs die auto's. Dat is nog wel te hebben. En die hebben dan wel de meest historische route te pakken. Hier kom je bij de Zwarte Leeuw. Ik heb daar op een filmpje ook iets over staan, maar ja, ik krijg ze niet aan de praat. Ja, de Zwarte Leeuw, daar hoef ik jullie niks over te vertellen. Dat is een heel treurige geschiedenis. Die heet tegenwoordig de Tol. Sinds kort. De Lot. Van Lot. Lot, ja. Oh ja. Maar goed, ja goed, hoe dan ook. Ik vond het toch, ja, juist, ik vond dat natuurlijk een verschrikkelijk raar idee. Op het moment dat ik het aan het reconstrueren was en vaststelde. Deze herberg bestaat al sinds de. Waarschijnlijk sinds de 14e eeuw. Bekend is begin 15e eeuw, 14 zoveel. En is een belangrijke pleisterplaats altijd langs die route geweest. Zeg maar in het jaar dat ik het reconstrueer, is het afgelopen. Na 7, 8, 900 jaar, wie weet nog langer. Dus dat was voor mij eigenlijk best een emotioneel moment. Hoewel ik altijd probeer als historisch onderzoeker onbevangen en afstandelijk te blijven. Maar toen moest ik toch echt even slikken. Het mooie van die Zwarte Leeuw is dat de eigenaar, maar dat weten jullie misschien ook, op zijn folders een stukje over de geschiedenis van zijn herberg had opgeschreven. Maar het klopte niet helemaal. Het was eigenlijk nog veel interessanter dan hij had opgeschreven. Hij zei namelijk, de Zwarte Leeuw, ja, dat verwijst naar het oude Antwerpen. Maar dat is niet juist. Want het hertogdom Brabant en Antwerpen. Want hertogdom Brabant en Antwerpen is niet een zwarte leeuw, maar een gouden leeuw. De Zwarte Leeuw verwijst naar Brugge. En daarmee wist ik, ja zie je wel, dat is die oude Brugse tijd. Dus dat klopt ook veel beter. De Hanzereizigers die legden hier bij de Zwarte Leeuw dus aan. Denk ik. Maar is ook wel heel waarschijnlijk gezien de gegevens die al waren gevonden over die herberg. Dan kom je die naam ook zover in het verleden tegen, de Zwarte Leeuw? Nou, ik heb in ieder geval vastgesteld dat de Zwarte Leeuw het wapen van het graafschap Vlaanderen in de 12e, 13e, 14e eeuw was. Ja. En dan denk je, ja, als het ergens naar zoiets dergelijks verwijst, dan verwijst het niet naar, hij dacht dat het verwees naar Brabant, naar het hertog Brabant, nee, dan verwijst het niet naar Brabant, maar nog beter, wat mij betreft, naar het graafschap Vlaanderen, wat de meest bloeiende streek was in de 14e eeuw al. En dat klopt ook wel met de jaartallen die hij zelf ook opgaf. In begin 14e eeuw was de Zwarte Leeuw al bekend als pleisterplaats. Dus ik vind het wel heel goed voorstelbaar dat dit een oude Hanzepleisterplaats was. En dat daar de naam ook aan ontleend is. En des te jammerder dat dat nu geschiedenis is en niet meer bestaat. Goed. Nou, oké. Okay. En hier dan, ja, die Antwerpse baan, waarvan iedereen zegt van ja, dat is logisch, dat is de Antwerpse baan. En nou, oh ja, ik kom nu dichter bij Haren en ik hoop ook dat jullie, als jullie dingen weten, mij dat nou gaan vertellen. Want ik heb ook altijd vragen. Ik weet niet alles, want bij elk ding wat je vindt, reizen we nieuwe vragen. Ja, de Antwerpse baan, als je daar komt, dan zeg je, ja, geweldig, dit is de Antwerpse baan. Dat klopt ook wel, het is ook de Antwerpse baan, het is de oude route. Maar bij kaartonderzoek ontdek ik dan dat voor, ik geloof 1920... de Antwerpse baan geen Antwerpse baan heette, maar Oosterwijkse baan. Dus dan denk ik, oh, dan moet er een helder iemand in Helvoort of Haren geweest zijn. Misschien wel die eigenaar van de Zwarte Leeuw die onderzoek had gedaan. Die zei van, ja jongens, maar dit is de Antwerpse baan, laten we hem Antwerpse baan noemen. Dus het bewijs, een naambordje zegt niet alles. Maar B, ik zou ook wel eens willen weten wie dan toen op die idee is gekomen om hem toch weer te herdopen of iets dergelijks in Antwerpse baan. En nu vinden wij dat allemaal natuurlijk super interessant en terecht. Het gedeelte van de handbordjes,
Wat heeft Antwerpen gedaan? Hier in de Haren heet het Oudlaag. Ja, klopt. Hier in Haren heet het al niet meer zo. Maar goed, jullie wonen hier in de buurt, dus ik denk, ik werp de vraag, maar meer misschien dat jullie het weten, maar dat weet je natuurlijk uit je hoofd. Maar dat zijn dan wel dingen die, waarvan ik denk, zou ik nog eens moeten uitzoeken hoe dat ontstaan is. Nou, wat ook interessant is, is dat één keer per jaar de Antwerpse baan wordt geblokkeerd door het Rebirth Festival. Daar gaan jullie zeker ook niet heen. Ik ben het voorjaar even geweest. Wat een teringherrie. Maar die staat pal op mijn mooie Mariekenpad. Ik heb toen een bericht op de website gezet waarin ik gezegd, nou, Marieke en Moene zouden hier zeker zijn neergestreken. En verder heb ik gezegd, ja, het Mariekenpad kun je ook vanuit Nijmegen als één grote oprijlaan naar het Rebirth Festival gebruiken. Dus als jullie nou via het Mariekenpad naar het Rebirth, maar ik weet niet of dat dezelfde doelgroep was. In ieder geval, ja, dat is nu weer, denk ik. Ik weet niet of het weer op de Antwerpse baan, maar ik denk het wel. Hè. Ik denk dat het daar weer is. Dus dan moet ik weer een bericht zetten. Jongens, 2 weken lang geblokkeerd, want dat duurt best lang voordat het dan weer vrij is. Maar goed, ieder moet zijn pleziertje hebben natuurlijk. Goed, en dan, ja, en de racefietsers gaan dus zo, want het is onverhard. En ja, die willen daar niet overheen. Dus die heb ik omgestuurd. En hier... Bij deze Frankische driehoek noem ik het, maar ik weet niet of het ook echt de Frankische driehoek wordt gevonden hier in Haren. Komen die weer bij elkaar, ja? Ja, die staat ook op alle oude kaarten, dus het is ook echt zo'n punt waar je kan herkennen, oh ja, hier loop je langs. Ja, en dan kom ik in Haren, ja, toch langs een paar moeilijke puntjes. Maar daar kunnen jullie waarschijnlijk niks meer aan doen, maar het is allemaal fout gegaan ooit. Ja, dat is eigenlijk hier. Hier hebben ze pal op het Mariekenpad, pal op de oude Hansroute, hebben ze een soort van gemeentehuis gezet. Dat niet eens nodig is, want het gemeentehuis hoeft geen gemeentehuis meer te zijn. Ja, wat vinden we daarvan? Ik weet niet hoor, ik had dat niet gedaan als gemeente. En je ziet ook dat hier dus ja, een lus omheen gemaakt is moeten worden. Maar dat pad liep hier dwars door dat gebouw heen. Nou, ik maak dat natuurlijk wel vaker mee. Maar dat is trouwens, ik zeg het verkeerd, want dat is hier namelijk. Deze uitzondering is nog erger. Dat is een sportveld hier in Haren. Dat dwars over het Mariekenpad, dwars over de oude Hansroute is gelegd. Bij de Bossenbaan. Dat weten jullie wel, dat het daar dwars overheen gelegd is. Want het is nou de oprijlaan van het sportveld. Ja, en als je dan verder met Marieke naar Antwerpen wil, moet je eerst helemaal om het sportveld heen lopen. Ik heb ook nog geprobeerd om over het hek te klimmen tussendoor, maar ze hebben daar tribunes, maar het is geen doen. Dus je kunt daar, nou ja, en dat is ook een beetje de moraal van dit kaartje. Ik heb dat niet bij elke kaart gedaan, maar bij dit kaartje zaten zoveel van die opvallende rafels, noem ik ze, in de weg. Dat ik eens even nagaan, wat zijn opvallende rafels die... ontstaan zijn in de originele route. Nou, daar heb ik er hier 10 gevonden. Vestingwerken in de 17e eeuw. Dat was na de 80-jarige oorlog, of aan het eind van de 80-jarige oorlog, werden daar die vestingwerken gemaakt. Dan ziet de kaart van Den Bosch ook, en dat is heel anders uit dan al die uitstulpingen, al die lunetten. Uitbreiding van Vught, ja, dat is, daardoor is die oude weg voor een deel overbouwd met woningen. Ja, dan de aanleg van spoorlijnen en kanalen zijn in de 19e eeuw vooral, hebben heel veel invloed gehad op het landschap. De aanleg van de Rijksweg in de 19e eeuw heeft natuurlijk ook een knik gemaakt. De reconstructie van diezelfde Rijksweg bij Helvoort, daar is de weg 2 keer zo breed gemaakt. En veel minder makkelijk over te steken. Daardoor is de Antwerpse baan ook niet meer rechtstreeks te bereiken. En moet je omlopen om daar te komen. Hoe vind je dat? Er is een prachtige voorziening van het kadaster. Dat heet topotijdmachine. En daar kun je op een kaart een gebied kiezen. En dan kun je in de tijd... heen en weer gaan. Dan zie je de kaarten veranderen. En zie je ineens, oh, in dat jaar is het veranderd. In dat jaar is het wat. En zo heb je dingen heel goed kunnen terugvinden. Hoe in de jaren 60 die Rijksweg hier verbreed is. En toen ook minder makkelijk over te steken is geworden.
Toen is overigens ook tegenover de Zwarte Leeuw stond nog een oude herberg. Dat was de Rode Leeuw. Rode Leeuw, hè? Die is toen gesloopt. Dat is nu waar nu het busstation bij Helvoort is. En dat is ook, en dat is ook een herberg die er eeuwenlang heeft gestaan. Dat kun je allemaal vinden. Dat, ik sta nu dingen te vertellen, maar dit, dat staat ook allemaal op de website. Dat is natuurlijk het aardige. Hè? Dus ik geef alleen maar een voorproef wat je allemaal op die website terug kan vinden. Nou, hier gaan we verder richting Oosterwijk. Ja, wij gaan weer binnendoor en zij gaan weer buitenom. Want dit is, dit is die beroemde Bossenbaan. Hè? Waar je overigens af en toe vreselijk moet ploeteren door de modder. Omdat daar die heesterkwekers de openbare weg. Want dat is het echt, die historische openbare weg gebruiken om als afwatering. Goed, dan denk ik, ja, nou ja, in de vroege tijden zal het ook wel eens modder geweest zijn. Maar er zijn wandelorganisaties die je altijd tegen tekeer gaan. Want het moet een begaanbare wandel. En het is ook een knooppuntenpad, dus het moet begaanbaar blijven. Nou, de fietsers gaan dus hier langs de andere kant om. Langs die mooie, eenzame kerktoren die heel goed bewaard is en die ook heel goed gedocumenteerd is. Dat is weer chapeau voor haar. Dus ja, ik vind ook af en toe wel weer dat ze het wel weer heel erg goed doen. Want dat is ook een heel mooi stukje geschiedenis, maar dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dat over de tijd van de reformatie gaat en over de manier waarop kerken werden overgenomen door de hervormden en vervolgens vervielen. Zodat dan de kerktoren overblijft. En dat is in heel veel plaatsen in het zuiden gebeurd. Oosterwijk. Kan ik even teruggaan naar Haarlem? Ja. Gaat nou het pad hier over het plein de Lange Weg op of gaat het naar de Driehoeven? Ik zal er een kaartje bij pakken, want ik had nu al vragen verwacht en denk ik ga nu een paar kaartjes van Haren laten zien. Hier zie je overigens Andersse Baan. Prachtig wandelen toch, hè? Dus we gaan dan. Nou, en hier zie je dus een kaartje uit de 18e eeuw en hier zie je een kaartje uit de 19e eeuw. Nou, en nou is de vraag, is jou, want ik ken de namen niet allemaal van die straten. Hoe gaat de weg? Hoe gaat de route? Dat kun je hier niet makkelijk zien. Kun je hier, ja, maar dat is zoals het wel heel lang geleden was. Hier kun je het toch het beste zien, denk ik. Haren. Ik kom hier langs waar we nu zitten, de Domp. Dan gaan we om het stadhuis heen. Het gemeentehuis, noemen jullie dat? Dan ga je naar het voetbalveld. Ja? Ik weet niet hoe het allemaal heet, die straten. Snap je dan wat ik... Sportlaantje. Ja. En dan ga je richting de kerktoren, de eenzame kerktoren. Maar dat doe je niet, want je gaat daar linksaf, zodat je hier weer op die Bossenbaan terecht komt. Oude Bossenbaan met de Grachten van Hoever langs. Ja, en dit is eigenlijk een afslag die ik alleen bedoel, omdat het hier overbouwd door het sportveld. Want ik zou hier door willen lopen. En hier staat de kerktoren. En dat ook daar is de vraag natuurlijk, je zult het ook ergens op de website zien staan. Wat is nou de originele route? Nou, ik denk deze, omdat ik altijd denk, de kortste route is toch, als er geen bijzondere reden zijn, de meest waarschijnlijke. Maar deze weg staat ook op heel veel oude kaarten al. En dan zeggen, ja, dit is een alternatieve route en die is dus misschien ook wel gebruikt. Dat geldt hier natuurlijk ook voor. Hè. Deze twee wegen zijn bijna even lang. Maar ja, wij kiezen natuurlijk die Antwerpse baan. A, omdat die zo heet. B, omdat die onverhard is. En omdat die al heel oud is, dat weten we. Maar ik kan eigenlijk niet bewijzen dat die Hanzewagens hier overheen gingen en niet hier overheen gingen. Dat is natuurlijk, als je lokaal onderzoek gaat doen, misschien wel uit te zoeken. Dat is zeg maar gedetailleerde onderzoek wat hier en daar nog, waar je hier naar een vraagtekens kan invullen. Dus ja, een van die twee, daar gingen die wagens overheen en misschien wel over allebei. En misschien was het in de ene periode wel nog weer wat anders dan in de andere periode. Dat is wel allemaal mogelijk natuurlijk bij zo'n... De natte en de droge. Zeker, zeker. Dat, we hebben dus tussen... Dat zou daar heel goed het geval kunnen zijn. En er is hier al een heel bekende... route tussen Hees en Hintham,
waar die zomerweg echt nog bestaat, nog fysiek aanwezig is, voor zover er geen autotron en vakantiehuisjes overheen gebouwd zijn, wat ik dan ook weer heel jammer vind natuurlijk. Maar een stuk naar Hees toe, daar ligt er allemaal nog. En daar is nog een stuk van die zomerweg bewaard. En dat is ook goed onderzocht door de heemkundekring daar. De mensen in Hees weten dat vroeger inderdaad de weg was die je in de zomer kon begaan, maar in de wintertijd lag die veel te laag. En dat had je op meer plekken. En dat zou hier ook zeker het geval kunnen zijn, dat weet ik dus niet. En dat is, ik denk dat heemkundekringen en lokale onderzoekers vaak heel veel meer van dat soort dingen weten. En met name gooi ik de vraag hier ook in het midden. En dit zou een te onderzoeken ding zijn. Nou, Oosterwijk heb ik eerst gedacht, dat zie je op dat schema daar, wat we net zagen, die schematische voor zie je ook. Een heleboel plaatsen langs de route, daar gaat de weg langs. En dat is niet toevallig, want de dorpen die hadden hun eigen gemene gronden en kwam het hoofdverkeer, had daar niks te zoeken en wilden ze daar ook niet hebben. De dorpen lagen langs de weg, maar er waren sommige dorpen en plaatsen, daar ging de weg doorheen. Dat kan verschillende oorzaken hebben, maar de grote steden, daar gingen de wegen echt in, want de grote marktplaatsen waren in die steden. Je had ook plaatsen die als groot geworden zijn als pleisterplaats. Dat was bijvoorbeeld Schaiksenhoek, dat was dan eigenlijk een aftakking van Schaik. Maar bij Baranasse is dat Loveren. En Oosterwijk, daar heb ik toch van moeten vaststellen dat ook dat zo'n plaats was waar de weg doorheen ging. Want je ziet ook wegen er ten noorden langs gaan. Maar ik heb allerlei andere bronnen gevonden waar op een zeggen, nee, ze hielden hier halt, hier waren de herbergen, hier, dit was echt ook een pleister, Oosterwijk was ook echt een pleisterplaats. En van Haren, dus, daar heb ik me toen ook afgevraagd, ja, hoe zat het dan bij Haren? Ja, Haren had toen niet hier zijn centrum, maar hier zijn centrum. Ik denk dat Haren eigenlijk een beetje in de loop der tijd naar het oosten op is geschoven. Want die oude kerktoren, dat was vroeger het centrum en daar ging die ook weer langs. Maar ik weet dat ook weer niet zeker, want op oude kaarten is Haren ook een beetje een verzameling van gehuchten. Hè? Dus het is niet zo goed aan te geven, dit is het nou. Maar dat zijn typisch leuke dingen die een Harenaar die het leuk zou willen, zou moeten uitzoeken. Hoe is dat nou precies gegaan? Ik wijs maar even op die nuances, omdat het niet altijd zo zonneklaar is. Dit is het en dit is het niet. Nou goed, hier ga je dan door Oosterwijk naar Tilburg, voor de mensen die in Tilburg bekend zijn. Je gaat niet over de weg, over Berkel en Schot, maar je gaat over de Oosterwijkse baan. En je komt bij de bij de Oosterwijkse baan hier, en vervolgens de Sint-Jozefstraat binnen. Dat was de oude route, want daar kun je ook nog wat over zeggen, want er was ook een route hier, die heb ik ook getekend, de zandroute, dat was een zanderige, moeilijk begaanbare route. En Oosterwijk was een belangrijke plaats die markten had en daarom waren hier de wegen goed begaanbaar en van ouds al. En was dat ook de route. Staat ook op elke kaart en staat in elke routebeschrijving. Goed. Ik ga het afronden. Ik ben ook een beetje aan het einde. Ik laat heel nog even nog dit zien. Als je op een etappekaart bent en je kiest voor de toeristenroute, krijg je eerst nog een tussenscherm, maar je kiest voor de W van wandelen of de F van fietsen. En dan krijg je dus de bijpassende gegevens. Je krijgt dan een interactieve kaart, zoals je die van Google Maps gewend bent. Die kun je inzoomen, die kun je vergelijken. Maar het belangrijkste is deze knop, download en print. Je kunt kaartjes printen van je route, maar je kunt ook GPS-gegevens downloaden. En dan zullen een heleboel mensen zeggen, ja, GPS-gegevens, nou, tot een paar jaar geleden vond ik het ook iets heel raars en niet nodig en onzin. Maar ja, omdat ik dit heb uitgezocht, ben ik het gaan gebruiken en ik moet zeggen, het is fantastisch. Je kunt met die downloadknop kun je een berichtje naar je... Jullie hebben allemaal een smartphone, dus waarom zou je dat niet doen? Bericht naar je smartphone sturen, een code. En daarmee kun je die route die je hebt aangeklikt downloaden in GPS-gegevens. Die download je dan op je app die je gratis ook kon downloaden van het routeplatform waar ik de routes op uitzet. Dat is RouteU.
En dan krijg je zo'n zin, die kun je ook inzoomen, uitzoomen. En als je erop bent, ben jij een blauwe stip. En het mooie is, je maakt altijd fouten tijdens het fietsen of het wandelen. Ik tenminste wel. En als ik dat op de ouderwetse manier doe, heb ik het niet in de gaten. En op een gegeven moment weet ik bij God niet meer waar ik ben. En als ik het met mijn smartphone doe, dan zie ik de blauwe stip van de werf gaan en zie ik direct hoe ik het moet herstellen. En dat is het grote voordeel. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, dat hoeft van mij toch niet, want nostalgie of de batterij kan leeglopen of ik kan het wel op papieren kaarten. Oké, dat snap ik allemaal. Ik heb bijvoorbeeld in dit boek van Huur de Groot ook de kaart helemaal ouderwets nog uitgetekend met pijltjes en alles erop. Maar ik heb het erbij gezet. Download dan ook de GPS-versie, want hier kun je ook GPS-versie van downloaden. Als jij dan de weg kwijt bent, pak je je smartphone en dan zie je waar je zit en dan ga je weer terug op je route. Dus als je het allebei gebruikt, dan ben je natuurlijk helemaal safe. Hoe heet de app? De app van Routju heet Routju, R-O-U-T-E. Routju, dat is het platform waar de routes allemaal op zijn uitgezet, Routju. En de app heet de Routju app. Dat is de algemene app van Routju waar je gratis gebruik van kan maken om routes te vinden. En mijn routes vind je op de website en die kun je van daaruit kun je een code naar jouw smartphone sturen en dan kun je ze downloaden. Er zijn ook wel andere manieren om te downloaden, maar dat is het makkelijkste. En dan, en je moet het gewoon op zijn minst een keer proberen. Dan merk je of je het wat vindt. Want, en ik ben helemaal om, dus waarom jullie niet? Hier zie je het nog eens wat dichterbij. Oh ja, hier die heb ik nog gemaakt toen ik thuis was. Toen was ik niet op de route. Nee, want hier woon ik. Ja, had je al gezegd. Ja. Oké, tot ziens. Ja. Goed, dit was Mariek Pad. Dankjewel. Dankjewel, Frans. Het was een heel boeiend verhaal. Ja, ik weet niet of er nog iemand zijn die willen vragen, dan is nu nog je laatste kans. Ja. Ik wil even iets vragen. Ik heb geleerd dat bruggen dus uit de gracies raken door de verzanding van het zwind. Klopt, is ook een factor. Ja. Het is een opeenstapeling van factoren, maar daar waren oplossingen voor. Ze hebben er zelfs ook toen een oplossing voor gevonden. Maar de Engelsen wilden ook al niet meer, dus door die opeenstapeling is. Maar dat zwin heeft zeker ook een rol gespeeld. Daardoor verergerde de crisis enorm. Ja, klopt. Oké, nog meer? Ja, Marieke is niet de juiste naam, wat was die andere? Emmeken. Ja, dat was dus eigenlijk een initiaal dat Moene had bedacht. Je bent gewoon een M. Nou, Emmeken dan, hè? Liefkozen. De expert, sorry. Hij wilde, hoe heet het, de naam Maria handhaven. Dat mocht niet, maar toen heeft dus de list bedacht om de M te gebruiken. Ja. Als initiaal van Maria. Ja. Nee, goed. Zo was het. Zo was het precies, ja. Heb je nog meer commentaar, Theo? Ja. Ik vind het fantastisch. Het is, Okay. Nou, mensen, dan wil ik eigenlijk even afsluiten. Om te beginnen door Frans heel hartelijk te bedanken. En verder om jullie te beloven dat ik... Ik schrijf een klein stukje over deze avonden. Dat ik daarin melding zal maken van de Zwarte Leeuw. Daarmee de uiterste druk uitoefent op de huidige uitbater om het onrecht wat vorig jaar ontstaan is te herstellen. Inmiddels is het ding dus weer van aanverwant. Dus historisch besef bestaat er niet. En misschien dat je. En daaraan zal ik ook toevoegen dat de Rode Leeuw er tegenover heeft gestaan. Misschien dat daar ook nog wel wat mee gedaan wordt. Dat het Rebirth-terrein midden op het pad staat. Dat het gemeentehuis beter kan verdwijnen. Heel goed. En dergelijke. Ja. Ik wens jullie een fijne avond. We zien elkaar terug in het feestelijke vierkernen verkiezingsmatinee. Dat is een bijzondere aflevering van Sprekersoek. Dat vindt plaats op 18 maart, zondagmiddag. En dan beloof ik jullie in de grote zaal een echte manifestatie. Iedereen is uitgenodigd om nog een keer aan de bar een glaasje te drinken. Dat is voor eigen rekening, behalve uiteraard onze spreker. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Oké, dankjewel. Ja, ik heb ook een wat leuk.
Hebben jullie ook over haren nou nog iets nieuws gehoord? Twee heerlijke flessen. Ja, ja.